Hoe ziet een typische werkdag eruit? Of kan ik doorgroeien binnen een bedrijf? Een knallend sollicitatiegesprek komt van twee kanten. Dus ook van jouw kant. Naast het beantwoorden van de standaard sollicitatievragen wil je juist initiatief nemen door zelf vragen te stellen. Vraag erop los. Zo kom je super enthousiast over en weet je direct meer over het bedrijf. Lekker toch? Ik geef je vast een zetje. In Gaan met die Baan help ik jou in de zoektocht naar een nieuwe baan. Weet je niet waar je moet beginnen? Zijn salarisbesprekingen ingewikkeld? Of misschien ben je bloednerveus voor je eerste sollicitatiegesprek? Ik help je er stapsgewijs doorheen in Gaan met die Baan. Het moment dat je zelf vragen stelt is cruciaal. Dan laat je echt zien dat je geïnteresseerd bent in de functie en dat je weet waar je het over hebt. Bereid je vragen goed voor. Stel vragen over de werksfeer, de werkzaamheden, opleidingsmogelijkheden en bijvoorbeeld sollicitatieproces. En stel de vragen zo open mogelijk. Weet je wat? Neem je notitieboekje anders gewoon mee. Dat komt alleen maar gestructureerd en goed voorbereid over. Hoppa! En vraag je je af wanneer je die vragen stelt? Nou, aan het eind van je sollicitatiegesprek komt waarschijnlijk de vraag of je nog wat wil weten. Dit is het moment om te shinen. Bewaar daarom een originele vraag voor het laatst. Sluit je gesprek af met een knaller. Dus, wat voor vragen stel je? Doe je huiswerk. Hop, terug de schoolbank in. Weten waar je gaat solliciteren is dé basis voor het bedenken van goede vragen. Voorkom dat je voor de hand liggende vragen stelt over het bedrijf. Hoeveel mensen er werken kan je makkelijk van tevoren opzoeken. Kom dus met inhoudelijke vragen. Het mooie? Als je inhoudelijke vragen stelt over het bedrijf, weten ze meteen dat je hebt ingelezen. Kortom, punten scoren. Tijd voor wat voorbeelden van goede sollicitatievragen. Om te beginnen, vragen over de baan zelf. Hoe ziet een typische werkdag eruit? Wat zou mijn allereerste opdracht zijn? Welke verantwoordelijkheden krijg ik precies? Wat is de grootste uitdaging van deze baan? Liever meer weten over het bedrijf? Stel dan de volgende vragen. Hoe is de werksfeer? Wat voor soort mensen werken hier? Kan ik doorgroeien binnen het bedrijf? Met welke nieuwe dingen zijn jullie momenteel bezig? En dan nog wat leuke vragen voor die knaller op het eind. Hoe ziet de ideale kandidaat voor deze baan eruit? Wat vind je zelf het leukste aan het werk hier? Waar zou jij graag willen zijn over 5 jaar? En een tip. Welke vragen heb je als je de vacaturetekst leest? Die moet je sowieso stellen natuurlijk. Ja, met deze vragen laat je een goede indruk achter. Er zijn natuurlijk nog veel meer vragen die je kunt stellen. Lees ze vooral even in de blog. Vraag maar raak dus. Je bent niet meer te stoppen nu je weet welke inhoudelijke vragen je kan stellen tijdens je sollicitatiegesprek. Hoppa, zo wordt solliciteren een makkie. Wil je nog meer sollicitatietips? Bekijk dan onze andere video's van Gaan met die Baan.